Goedemorgen. Goedemorgen. Het is echt een stralend weertje. Strak blauw licht. En we hebben weer een lekkere ochtend gehad. Maar er zijn hier een heleboel mannen aan het werk. Het hotel helemaal aan het opknappen. In ieder geval de tuin. Dus we zijn even weer naar de eerste parkeerplaats gereden waar we gisteren begonnen. Maar dat was super lief. Ja, hele aardige mensen. Allemaal even een praatje gemaakt. En, nou, zo ver ze kunnen. Ja. Yeah. Ze kunnen niet zo goed Engels. Nee, dat niet. Maar ze vonden het helemaal prima dat we er stonden. Ja. We hebben ook even goed gebruik kunnen maken van de wifi. Was ja, ook we hebben zelf echt slecht internet, hè? Ja, dat internet is wel echt slecht hier. Van onze eigen data in dit land, gewoon helemaal geen bereik. Nee, misschien komt het wel omdat we in de bergen zijn. We rijden er straks weer uit, dus eens even kijken hoe dat beter wordt. Ja. We zijn ook bezig geweest met alle vragen van de Q&A uit te werken en zoveel mogelijk te beantwoorden wat we kunnen. Ja, want die komt morgen online. Precies, ja. Maandag voor jullie komt die online. Dus dan gaan jullie dat zien. Ja. Vandaag rijden we echt het Nationale Park uit. Dan rijden we nog iets verder naar het noorden in Kosovo. Dan gaan we daar grotten bezoeken. Ja. Deze grotten, ik weet er niet heel veel van. Ik weet niet of ze groot zijn. Volgens mij is die heel diep. Heel diep. Ja. Oké. Okay. Ik heb geen idee hoe ver we erin kunnen. Maar het leek ons wel interessant. Ja. We waren eerder in grotten geweest in Tsjechië. En dat was ook wel heel gaaf om te zien. Alleen toen hadden we een Tsjechië. Ja, daar nou, stond heel weinig van de gids. Ik weet ook niet of hier een gids bij zit of dat er bij moet zijn. Nee. Volgens mij is de entry niet heel duur. Dus we gaan eens even een stukje rijden. Dan rijden we even uit de bergen. Voor vandaag en morgen waarschijnlijk. Gaat u naar de supermarkt opzoeken? Ook ja, boodschapjes doen. Dan gaan we eens even kijken in de grotten. Ja. Wij gaan dus even boodschappen doen bij de FIFA Fresh Store. Ik ben benieuwd of het groot. Ja, lijkt alsof ze ook veel meer dingen hebben dan alleen maar eten. Een karretje? Ja. Zo, weer een hoop boodschappen gehaald. Alles toch eigenlijk? Eigenlijk is bijna alles wel wat we wouden in ieder geval. Zelfs waarschijnlijk nog meer. Ja. Kip was wel even. Echt ontdooide kip zoals bij de slager en zo, dat hebben ze niet echt. Dus het is in de diepvries. Dus deze gaan we nu direct even in de diepvries doen. Ja. Al het vlees en zo. Veel pasta's en groentes weer. Ja, ze hadden wel een hoop. Maar alles behalve echt een bakkerij en een slager. Precies, ja. Dat hadden ze nog niet. Dat zag je in andere landen hier wel. Ja. De meeste komt echt uit Turkije en weet ik het. Overal weer vlaggetjes, hè? Ja. Dus we gaan het even gauw opruimen. Ja. Het is alweer warm zat namen. We waren uiteindelijk 37 euro kwijt. Ja. Viel mee. Wel voor een grote of een kleine week boodschappen. Je blijft toch wel dingen vers moeten halen. Omdat, ja, wij kopen eigenlijk bijna om de dag vers brood natuurlijk. Ja, dat ben je haast wel nodig. Ja. 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 Maar goed, de diepvries nu alweer vol kilo kip en wat wasjes. Nadeel van zijn koelkast is, en dat merken we nu wel met zo'n diepvriesvakje, is dat die deur open gaat en er heel veel kou direct weggaat. Dus die diepvries die buitenkant bevriest gewoon, dat komt gewoon door het condens. Dat gaat super snel, omdat het nu 30 graden is. Dus daar moet je echt heel goed om denken. Zeker als je zo'n koelkastje vult, dan verliest die mega veel kou. Met een diepvrieskistje heb je dat veel minder, denk ik. Snel werken dus. We gaan nog even eten en dan rijden we door naar die grotten. Even in het zonnetje wachten. We zijn bij de Gadima grotten. Behoorlijk diepe grotten. 1500 meter. Diep. Ja. Ja, bizar groot en diep. En wij kunnen hier een kaartje kopen voor 2 euro volgens mij. En volgens mij zelfs met gids. Oké. Okay. Dus dan mag je alleen met gids naar binnen. Ik weet niet of die Engels spreekt.
niet. Maar dat gaan we zien. Maar ze hebben lunchpauze, dus over een kwartiertje kunnen we een kaartje kopen. Ja. Hij staat 3 uur open, dus dan is hij nog 2 uur open. Dus dat moet goed komen. Ik weet niet of je kan reserveren of zo. Nee, volgens mij niet. Niks gevonden online in ieder geval. Nee. Maar hier is de ticket office, dus ja. We wachten hier even. Er staan nog wel 40 schoolkinderen ook te wachten. Kijken of dat ook een beetje samen gaat, zo, of dat we tegelijk kunnen. Ik weet het niet. Ik hoop het niet. Nee, ik hoop het ook niet. We gaan het even zien. We wachten even een kwartiertje. Ja. Gaan we, Anne. Net als de tour in Tsjechië, die we misschien van sommige van jullie wel hebben gezien. Lopen we gewoon lekker achteraan, want we krijgen er ongetwijfeld niks van me toe mee. Nee, dus ik kijk van jou. Dus we kijken er gewoon zelf. Nou, dat klopt. Het is wel lekker fris. Het is heerlijk fris. One centimeter of the crystal grow for 30,000 years. The temperature in Kyiv is 13 degrees. Yes. Okay. This is biggest part inside the Kyiv concert hall. Okay. Well, thanks a lot. Okay. Thank you. Toch wel leuk dat ze iets vertellen voor ons. Ze vinden het wel best om Engels te praten, dus dat is goed. Ja. Het is echt wel heel groot. Super veel hallen. Het is een eagle, okay. Cat and wings. All right. Thanks. Yeah. Kosovo. Okay. Country, yeah. Dat is de kaart van Kosovo. Oh. Ik voel me weer helemaal een schoolkind. Ze staan helemaal vooraan, worden geroepen en ze laten het als eerste ons zien. Ze lopen ook niet achter haar, maar ze zijn eerst hebben onder indruk van ons. Ja, ze staan met z'n allen naar ons te kijken. Nou, ook heel leuk. Voor hen. Maar ze zijn ook echt kom hier. Ja, kom hier. Er was een adelaar en de kaart van Kosovo. Het is altijd in die grotte dat je vormen ziet in bepaalde stenen. En stagmieden. Geven ze wel een naam. Superhelder water. This is lake. The lake continue for 3 kilometer. Oké, okay. Wow. The water is clean for drinking. All right, thank you. The Gadime Kyiv is 18 million years old. Okay. Yes. Nee, dit is een vogel, maar valt er nog niet helemaal aan af te zien. Nee, maar ze verzinnen altijd wel wat. Ja, het is maar net welke kant je kijkt. Piano. Okay, all right. Mag je erop kloppen? Geen idee. Dat is de piano. Ik weet niet waar ze aan zijn. Hier zo. Echt? De piano. Ah, dat vind ik een hele goeie. Ja. Dat kan ik snappen. Het lijkt er niet, maar het klinkt wel. Wat voor je niet? Kristallen of zo. Is very special. Dit was ook het einde van de grot al, ja. Best snel. Ja. En dat noemen ze Romeo en Juliet. Ja. Ongetwijfeld. Dat zagen we toen ook, hè? Ja. Ongetwijfeld omdat ze elkaar bijna raken. Is dat wel zo? Of zoiets. Ik moet hier echt goed op mijn hoofd denken. Ja. Groot, het is wel groot, er is heel veel gangen en zo. Daar zou je zelf niet alleen moeten verdwalen ook nog. Ja, echt wel. Of waren we wel op het eind? Oh, ja, ja, toch wel. Oké, okay, nou dat was 20 minuten. Kort maar krachtig. Ja. Oké, okay, dat is toch het einde. 20 minuten, stipt. Ja, dat was prima. Ja, ik vond het wel gewoon waard qua prijs. Ja, zeker. De hoofdprijs. 2 euro, dat was helemaal goed. Ja. Ik had er iets meer van verwacht, maar je kan er natuurlijk niet zo diep gaan als dat je denkt dat het is. Nee, dat is waar. Maar het is niet heel uitgebreid, maar het was wel heel leuk. En ze deed ook echt wel de moeite om even de duidelijkste woorden in het Engels te vertalen. Ja. Met de vertaler. Dus en ik vond het ook wel weer net iets anders dan in Tsjechië. Ja, dat was heel maar anders. Toch zeg je soms van, ah, dat hebben we daar al gedaan. Mm-hmm. Maar ik vond het toch wel weer leuk. Dat is wel leuk, de moeite waard. Het is niet heel ver om, dus zeker een leuk bezoekje. Ja. En nu begint onze zoektocht naar een slaapplek. Park van Nightplekjes zijn er gewoon echt niet. Niet op de reis waar wij nu heen moeten. Nee. Helemaal niet. Vanaf hier gaan wij alleen maar richting het zuidoosten weer terugrijden. Ja. Richting Noord-Macedonië. Want we willen ook gewoon een lekker plekje hebben voor morgen. Want morgen is de Q&A natuurlijk. Dus dan willen we het liefst niet naast een paar bosmaaiers of bij een restaurant staan. Nee. Dus ja, dan moeten we zelf op onderzoek uit. Dus we gaan eerst even naar de bus. Gaan we op Google Maps kijken. Dan zoeken we ook wat bos... stukjes op. Afgelegen stukjes, ideaal gezien met bereik en een beetje afgelegen. Ja, dat is wel heel veel in één. Ja, het wordt een hele lastige zoektocht. Dus, ja. Zoeken op de kaart van Google Maps gewoon wat groene plekjes uit op de satelliet. Dan moeten we maar even kijken of dat wat is. Ja, zo komen we er pas achter. Ja, gewoon even erheen rijden. 5 minuten rijden, dus we rijden gewoon wat stukjes af. Ja. We weten ook niet of de weg wel verhard is. Dus.
Oké. Poging 1. Weg bestond niet. Nou, dat is ook geen weg. Even een probleem. Het lekt hier in het dashboard. Yeah. Onder het dashboard. Ik denk dat het de kachel radiator is. Dus ga dat even losdraaien. Ja. Hier lekt het gewoon. Ja. Maar het lijkt water. En hier ook, ja. Het is geen koelvloeistof. Nee. Kan het zo'n condensslangetje van de airco of zo zijn? Het heeft vannacht heel veel geregend op gisteravond. Ja. Slopen, deze wordt nog wat verder uit elkaar. En dit is het interieurfilter, dan denk ik echt dat door regen van gisteren, hij is allemaal doorweekt. Ja. Maar dit is de kachelradiator wel. Ja. Dus misschien is die lek, dat zou het ergste zijn hoor. Gisteren heeft het dus vet veel geregend, dus wat als het nou via hier de kachelradiator is ingelopen, daar. Ik zie, oh deze slang is los. Dit is een afwaterslang van de parafan. Die zit al heel vaak verstopt. Tot het water niet wegliep hier, maar het dashboard inliep. Ja, het interieurfilter is zeiknat. Ja. Maar het is niet koelvloeistof. Dus het is niet de kachelradiator die lek is volgens mij. Nee, het is echt water. En stopt het nu ook? Ja. Het is nat waar het net nat was, maar het drupt niet meer. Volgens mij is dit een afwaterslangetje. Die kan ook verstopt zitten natuurlijk, want ik zie hier allemaal water heen lopen. Die lag al mee condens. Ja. Hoor je wat dan? Nee, ik wel zo. Ja. Ja, ik zie water. Ja. Ik denk dat deze. Oh. Ja, kut. Handdoek. Ik denk dat die verstopt zit. En dan? Nu? Ja, dan zit er gewoon bagger van onderin. Oh. En dan kan het condenswater niet weg. Nee, dus we moeten onder de bus. Ja, ik moet dit slangetje loshalen, maar ik moet even wat meer doeken hebben. Poging 2, even wat extra kappen weggehaald. Nou, dus kijk, het water komt daaruit, dus ik moet dat bakje hieronder krijgen en die leidingen aan de kant duwen. Dit slangetje is geen probleem, hè? Ja. Oh, gelukkig genoeg. Ik dacht dat misschien is het bakje te klein. Ja, nou, dan zit dit slangetje. Dit is volgens mij gewoon het afwaterslangetje van het condenswater van de kachelradiator. Maar die gaat hier door de bodem en die zit gewoon verstopt dan. Maar die moeten we dan dus wel leegmaken, toch? Deze moeten we nu schoonmaken. Ja. Ik ga wel eens proberen even door te blazen. Dit gaat er niet zo mand uitzien. Nee. Zo verstopt? Ja. Jeetje. We gaan even kijken of we er iets doorheen kunnen proppen. Ik krijg het slangetje niet door, maar ik heb het nu helemaal losgehaald. Maar dit is natuurlijk gewoon een toetje dat zoveel vuil is. Maar... Ja. Ja. Dat was net niet zo. Nee. Staat die toch klem of zo? Maar dit is hem nu weer. Jeetje. Hopen dat het is. Ja, het moet wel. Ja. Want het was geen koelvloeistof. Je ziet het wel in de lamellen, dus dat moet gewoon nog even opdrogen. Ja. Maar deze, ja, dit is gewoon een soort trechter. Die loopt hier in de afwaterslang. Die loopt hier zo door het schutbord of door de voorkant van de auto. Zodat het condenswater weg kan van de kachelradiator. Ja. Oké, hopen dat dat nou even opgelost is. Jeetje. Wat een hitte. Wat een hitte. Maar hey, de vriend. Ja, de ventilator is weer aanwezig. Nou gaan we de hele auto weer in elkaar zetten. Want het dashboard ligt hier in onderdelen. Hopen dat het over is. Pietje. Ja. Kunnen we weer door. Ja. Zo, dashboard weer helemaal in elkaar. Hopelijk opgelost. Ja, denk het wel. Denk het ook. Dat moet het wel geweest zijn. Bloedheet. Maar zo zie je maar weer. Een dopperset is echt onmisbaar wat ons betreft. Zonder een dopperset kom je echt heel weinig met zulke kleine reparaties. Nou, kleine reparaties. Dat was nog even zoektocht. Ja. Maar ja. Het is gelukt. Het is gelukt, ja. Moet dat wel geweest zijn dat slangetje verstopt zat. Denk het ook. Interieurfilter was nog een beetje nat. Terug naar het hedendaagse probleem en dat is een slaapplek zoeken. Daar waren we mee bezig. Dus we pakken onze spullen en gaan we verder zoeken. Is het nog niet zo heel gek? Ja, als speeltuin of zo. Als slaapplek zou het kunnen. Ja. Soort van in het bos. Nou, afval is weer om te janken daar, maar ik denk dat we daar wel heen kunnen rijden gewoon. Ja? Ik weet alleen niet of het mag. Nee, maar wat is het afvalgrindplaats? Ja, dat weet ik ook niet.
Het voelt echt als een wandelpad. Waar gaat de weg naar? Hier rechts. Oh. Het lijkt wel op een parkeerplaats, toch? Ja, klopt, ja. Hier ligt geen afval. Niet, maar. Nou ja, ik weet het niet. De weg naartoe voelt niet als een parkeerplaats. Omdat het echt zo'n klein wandelpad is. Maar het is een soort park. Ja. Hier is een speeltuin. Maar ja, dat afval is weer om te janken. Het is echt bizar zo. Het is echt raar soms. Moet je kijken wat voor bulten er overal liggen. Ja. Dat wordt ook gewoon niet opgehaald. Nee, en dat is het hele probleem waarschijnlijk ook. Ik bedoel, het wordt wel grotendeels, je ziet het wel overal liggen. Maar dat is zeg maar 10 keer de prullenbak wat daar ligt. Ja. Wordt er gewoon niet opgehaald. Ja, dan stapelt het wel op, zeg maar. Maar als je hier langs een willekeurige weg loopt, of rijdt, dan ligt de berm ook zo bezaaid met afval. En dat ligt er gewoon, dat is gewoon decennia lang nooit opgeruimd en gewoon uit het raam gegooid. Ja, het is echt een zooi. Maar voor anderen is het een leuke plek zo te zien. Die zijn weer blij met de speeltuin. Ik ben benieuwd of het morgen druk wordt. Ja. Niet. Ik hoor nu ook al kinderen, maar ik denk dat het wel echt een plek is waar mensen morgen heen komen. Want morgen is het zaterdag voor ons. Ja. Dus dan wordt het waarschijnlijk wel heel erg druk. Dus in ieder geval slaapplekken moet het prima zijn als er niet te veel jongeren komen. Nee, gaan we zien. Gaan we zien, maar er is gewoon weer bijzonder weinig hier. Geeft niks, we hebben een mooi plekje in het bos, zo kun je het ook zien. Ja. Het voelt wel rustig nu. Dus. Absoluut, ja. Zeker. Het is wel fijn dat we een beetje bomen om ons heen hebben, geen stad. Nee. Wij gaan vanmiddag nog eventjes van de zon genieten. Ja, echt even rust. Echt even rust, even niks inderdaad. Ja. En dan zien we jullie morgen. Bedankt voor het kijken. Doei doei! Doei doei!